Oké. Zo ben ik door de magie van het werken van video plots in Ronse. Daarnet was ik nog in Gent. Dat is een probleem met die 23 mm lens. Als je die opbergt, dan duwt dat die dop daar plots in. Ik denk dat je dan eigenlijk bijna beter, want dat zit er echt geforceerd in. Hè, nu. Je bent dan bijna beter van zonder dop te gebruiken, denk ik soms. Er is redelijk wat wind, dus als het geluid niet meevalt, dan neem ik wel opnieuw op. Maar de reden dat ik in Ronse ben, dus ik zal in Ronse gaan verkennen. Ik ben in de buurt van het station van Ronse. Ik heb een tip gekregen van van iemand die de video's bekijkt, dat in Ronse de buurt rond het station interessant is voor straatfotografie. Even een motor op slot doen en het alarm activeren. Ja, wat? Dan ben ik klaar. Het weer als ik vertrok in Gent was het weer ongeveer F8. Het is al iets donkerder geworden, maar ik denk wel dat het zal nog rond de F8 zitten. Hè. En dus het leuke was, ja, eerst en vooral degene die mij gestuurd, ik denk dat de naam Stef was. Dus bedankt voor je bericht. En kijk, ik ben er direct gebruik van aan het maken. Ik ga nu rondkijken. Op zich ken ik Ronse wel, maar de buurt van het station ken ik totaal niet. Ik ga even kijken, dat is het station van Ronse. Door de vakantieperiode zal het nog wel iets rustiger zijn dan anders hier, denk ik, op dit moment. Maar een leuk weetje nog rond over dat station. Het is Stef zelf zei in zijn mail, als ik het goed herinner, dat dit het oudste station van Vlaanderen of van België is. Of een van de oudste. Maar eigenlijk moet ik dat van de overkant filmen. Ik ga even oversteken en van daar proberen filmen. Daar staat een Defender geparkeerd ook. Echt, het aantal Defenders dat je ziet, dat is echt niet normaal. Zo'n cruiserbike. Het aantal Defenders is echt niet normaal. Je ziet dus in steden en zo. Dat is hier zelf van een brasserie blijkbaar. Zie je overal Defenders staan. Die mensen zetten er overuitbanden op. Die komen waarschijnlijk nooit overuit. Ik denk dat deze straat naar de Grote Markt gaat. Dat kan verkeerd zijn. Maar dat is het station. Het is hier eigenlijk totaal niet beter dan daarnet. Ik ga hier vol verkeersborden. Ah, dat is zelfs een eindstation precies. Oké, hier moet ik er even tussen komen, dus dit stukje is achteraf opgenomen. Het probleem is, ik stond hier midden op het plein, de wind zou aan de microfoon gezeten hebben, dus dit stukje was even niet verstaanbaar. Maar het komt erop neer dat ik hier nog een leuk weetje had over dit gebouw, dat ik gevonden had op de Wikipedia-pagina over dit gebouw. En eigenlijk, dit gebouw stond oorspronkelijk eerst in Brugge. Dit was het stationsgebouw van Brugge. Maar ze hadden toen in de tijd het probleem dat het gebouw voor Brugge eigenlijk te klein werd. En rond diezelfde periode hadden ze hier in Ronse hetzelfde probleem, dat het station dat hier toen in Ronse stond ook te klein werd. En dan hebben ze er niks beter op gevonden dan dat gebouw in Brugge steen per steen af te breken, alles naar hier te vervoeren en hier steen per steen terug op te bouwen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik heb geen microfoon meer, daarom dat ik niet met de XE3 aan het filmen ben. Maar zo, wat had ik gezegd? F8. We zullen zien, hè. Gelijk had. Ik ga de ISO-waarde een beetje hoger pakken, dus pakt. Kunnen we dat lezen? 400. Een 400ste van een seconde. Of de dichtstbijzijnde waarde zijn een 500ste. Als ik het goed heb. Oei, ik heb hier een zoomfunctie opgezet. Ja, is dat mijn belichting dus?
En ja, ik weet niet of je dat kunt zien, nee, eigenlijk niet zeker. Wacht. Kijk, maar je ziet dat het streepje perfect uitkomt. Dus zonder lichtmeter had ik hier een hele dag kunnen fotograferen, gewoon op basis van de regel van 16. Ik ga even foto's maken en wat verkennen. Ja, ik ben nog maar gewoon op verkennen. Ik zal hier nog wel een keer terugkomen. Ik heb een drukkere periode bijvoorbeeld. Daar komen er allemaal bussen toe blijkbaar. Er zijn appartementsgebouwen achter en ik weet sowieso dat als ik hier tussen die gebouwen daar naar achter loop, kom ik in het centrum uit van rond, zodat ik de buurt een klein beetje beter ken. Ze hebben hier wel nog het een en het ander aan te leggen, precies. Ze zijn hier bezig, heb ik een indruk. En ik vermoed dat hier vroeger dat spoor gewoon doorliep en dat daarom ook die brug daar is. Ik ga eens proberen of ik die hevels op de foto krijg. Maar ik denk dat ik daarvoor beter aan de andere kant ben. Maar toch, we gaan proberen. Ja, ik kan niet dicht genoeg gaan, dat vrees ik al voor. Maar het staan hier allemaal bloemen. Dat doet er mij aan denken dat er... als je die straat verder volgt, is er op een bepaald moment een huisje dat echt vol... Maar echt... Vol, een gevel vol met plantjes. Op de vensterbank staan allemaal plantjes. Het is precies een... Er is meer plant dan er meubels zijn. Het is echt heel, heel vrolijk gedaan. Ondertussen eens verder kijken ook. Ik sta al heel de tijd een trein te wachten. Er juist was er veel volk. Ik denk dat dat die trein was die net aangekomen was. Dat is ook nog wel een mooie locatie om dingen te fotograferen. Het is wel afgesloten, zie ik die brug daar op het einde. Maar op zich wel een mooie locatie. Het is opvallend als er niet veel volk is, dan zie je echt mensen die om, in een boog om je heen lopen om te vermijden dat ze gefotografeerd zouden worden. Maar dat gebeurt alleen maar als er niet veel volk is. Als er veel volk is, dan zien de mensen dat in de druk. Terwijl als er maar weinig mensen zijn, dan zie je dat ook continu gebeuren. Ja, ik ga je wel eens terugkomen.